met Aad Wijnstra van Waterschap Noorderzijlvest. Oké, hoogwater vanavond om 10 uur en er wordt 3,40 meter verwacht. Goed, wij zullen actie ondernemen. Jongens, vanavond computersluiting. Verwachten om 10 uur waterstand van 3,40 plus. Dus die handen moet dicht. Bert en Henry zijn ploegleiders. We gaan straks eerst de bordenroute rijden. Vervolgens gaan we de computer sluiten. Goed, nou gaan we los. Het team bestaat uit 6 personen. Die hebben dan een rol om het verkeer om te leiden, borden om te klappen en tevens natuurlijk de computers te bedienen, dicht te zetten. Hier Noord, kleine waterpoort, gesloten, over. We hebben meestal over een noordwestenstorm. Voorafgaand kan het ook wel zuidwesten zijn. En dan draait het over Nederland, krijg je een noordwester. En dan krijg je ineens een zodanige waterstand dat het water opgestuurd wordt en dat de coupures gesloten moeten worden. Kijk, je hebt natuurlijk tij, laag en hoog water. En met een hoge waterstand kan er wel een meter of anderhalf of twee meter water bij komen. Nou, het is natuurlijk op zich bijzonder. Coupures in stedelijk gebied, in zo'n havenweg, komt ook niet zo vaak voor in Nederland. Dit gedeelte is buitendijks. We moeten de coupures sluiten, anders zou Delfzijl onderlopen. Ruitenpoorten gesloten, over. Hier past 3 Delfzijlen voor de centrale post. De deuren zijn gesloten. We garanderen veiligheid naar de burgers toe. Dus dat houdt ook in dat je dus zeker na minimaal een uur, anderhalf uur voor hoogwater, gaan de deuren dicht. Nou, in principe is het zo, kijk, als je dan gesloten bent, dan ga je met alle ploegleden ga je naar het gemaal 3 Delfzijlen. En dan wachten we dus op afschaling, zodanig dat de waterstand gezakt is en dat de deuren weer geopend kunnen worden. Post 3 Delfzijlen voor de centrale post. We zijn gereed voor de opening.